Sinds juli van dit jaar is Rijsbergen weer een dominee-rijker. En dit is dominee Drop. En ik ga hem het hemd van zijn lijf vragen. Dominee Drop, fijn dat u even tijd heeft voor de Ros. Ja, nou, graag. Ja. Ik wil voordat ik het ga vragen een aantal stellingen voorleggen. En dan wil ik graag gelijk een antwoord erop. Oké, kom maar op. De euro of de gulden? Euro. Vegetarisch of vleeseter? Half om half. Vitesse of NAC? Vitesse. Van Gaal of Johan Cruijff? Johan Cruijff. Corso of carnaval? Corso. Stamppot of nasi? Nasi. Sinterklaas of kerst? Kerst. Een strandvakantie of een actieve vakantie? Actieve vakantie. Een avondje met het gezin of een avondje met bijbelstudie? Gezin. Wat heeft u hiervoor gedaan? Hiervoor, ik heb gestudeerd. 6 jaar heb ik gestudeerd theologie in Apeldoorn. En daarna heb ik eventjes gewerkt in de huiswerkbegeleiding. Ook in Apeldoorn woonde ik in Arnhem. En heb ik huiswerkbegeleiding aan jongeren gegeven. En dat was een nieuw project waarin we huiswerkbegeleiding combineerden met sport. Dus op een sportvereniging, bijvoorbeeld een voetbalvereniging. En deden we deels huiswerkbegeleiding, deels sport. Dat was het idee van het concept, zeg maar. Dus. En dat heeft niks met geloof te maken? Nee, maar ik doe wel meer dingen die niet met geloof te maken hebben. Ja. Niet gewoon, ik hou sport. Of ja, op een bepaalde manier heeft het ook met geloof te maken. Aangezien het gewoon allemaal met leven te maken heeft. Ja. En het leven ook met geloof te maken heeft. Maar nee, dat was gewoon onderwijs en sport. En dat was leuk. Ja. Ja. Hoe ben je hier in Rijsbergen terechtgekomen? Nou, op een gegeven moment kon ik preken, zeg maar. Had ik na mijn studie op een gegeven moment de mogelijkheid om gewoon te preken. Toen heeft Rijsbergen gevraagd van, zou je eens bij ons willen komen preken om voor te gaan in de dienst en de dienst te leiden. En dat heb ik hier gedaan. En zo ben ik hier terechtgekomen. En zo heeft Rijsbergen mij leren kennen. Ja. Ben je heel erg jong voor een dominee? Ja, ik ben jong. Maar alle dominees beginnen denk ik jong. Dus dan ben je een keer in je leven. Maar als ik aan een dominee denk, dan denk ik aan een oude man met een zwarte lange jas en een hoed op. Ja, ik ken er een hoop die zonder hoed zijn en geen lange zwarte jas en jong zijn. Ja. Ja. En ben je ook al een beetje ingeburgerd hier? Ik ben bezig met inburger inderdaad. Sowieso in de gemeente natuurlijk. Het kennis maken met gemeenteleden en daarin groeien. Hartstikke leuk. En ook in Rijsbergen zelf, in deze omgeving. Dus je op een gegeven moment leren waar de supermarkten zitten. Ja, en, ja, we zijn er niet zoveel. Dus. Nou, nee, inderdaad. Maar je moet het wel weten te vinden. En dat is met al die dingen. Dus, en waar ontspanning is te vinden. Ik vind het leuk om in de bossen te gaan, bijvoorbeeld. Dus allerlei bossen om Rijsbergen heen. Die heb ik al zo'n beetje gezien en ga ik vaak heen. Vind ik heerlijk. En je had het net al over Vitesse. Ben je ook sportief hier bij VVR? Nee, ik vind het wel zelf leuk om te sporten. Ik heb niet echt een voetbalclub die ik aanhang of iets dergelijks. Dat is dat heb ik niet echt. Ik hou wel zelf van voetbal. Van sporten hou ik wel, zeg maar. Dat vind ik wel heel leuk. En je gaf net al aan liever Corso dan carnaval. Heb je daar ook mee geholpen? Nee, maar ik heb wel zeg maar achteraf beelden gezien op tv van die wagens. Ik dacht eerst van dat is iets met bloemen. Nou, leuk. Ja. Maar dat bleek toch wel indrukwekkend te zijn. Dus dat vond ik dat ik dacht van nou, de volgende keer moet ik dat niet missen en moet ik daarheen. Zeg maar. Ja. Dat zag er leuk uit. Ja. Dan ook met mensen over zaken als euthanasie of zo? Nou, bijvoorbeeld, als iemand daar vragen over heeft, dan kan ik dat samen met die persoon gewoon daarover praten. En dan heeft dat natuurlijk voor ons ook alles te maken met hoe God daarin staat en wat de Bijbel daarover zegt. En dan ga je dat samen met die persoon ga je daar proberen te ontdekken wat de goede weg is daarin. Want je moet ook uitvaten doen. Ja, ik heb hier 1 uitvaart heb ik gedaan in de tijd dat ik hier ben, inderdaad. Ja, en dat hoort er ook bij. En dat vond ik heel mooi om te doen, eigenlijk. Ja, dat vond ik iets moois om te doen. Komen hier alleen maar mensen die in Rijsbergen en Zundert wonen? Nee, de mensen ook natuurlijk gewoon uit Rijsbergen en Zundert. Maar het is best een streekgemeente. Dus er komen mensen uit Breda, uit Ettenleur, Roosendaal. En eigenlijk vanaf ook nog wel mensen van tot en met de rivieren. En ook nog wel mensen uit België die hier komen. Ja, we hebben hier sowieso een kerstdienst op eerste kerstdag. En ook op kerstavond hebben wij hier een kerstprees. Dus dan is het gewoon een dienst met veel zang ook. En helemaal in de kerstsfeer. Waarin ook een korte preek zal hebben. En dat wordt denk ik ook wel veelbelovend. En we hopen dat een mooie dienst, een mooi iets gaat worden. Zeg, een mooi...
Mag iedereen daar komen? Of mensen die niet bij deze kerk horen? Ja, dat zouden we leuk vinden. Als veel mensen ook uit Rijsbergen gewoon zouden komen aanhaken en met ons meedoen. Denk je dat er ooit nog eens een keer een wereld is met één geloof? Ooit een wereld met één geloof? Nou, ik geloof wel dat... Ik geloof wel dat God in deze wereld iets gaat doen. Zeg maar, heeft met kerst vieren natuurlijk dat Jezus Christus is gekomen als babytje. En Elme hier, eigenlijk dat is God die zelf in deze wereld ingrijpt. En ik denk dat God gaat daarmee door en God gaat erin verder. En er komt een tijd dat God zich helemaal laat zien. Zeg maar, toen was hij een babytje, een mens. En dan kon je zeggen van, is het nou God of is het niet God? Maar er komt een tijd en dan wordt God gewoon volledig openbaar en laten zien van, ik ben het. En dan zal die tijd zijn dat er één geloof is en dat iedereen ziet dat wie God is. Ja.